Is dit nou het Martijn van der Laan effect? Nee, zo wil ik het niet noemen. Ik moet zeggen dat we heel goed begonnen en met veel passie, veel strijd. Je dwingt gelijk 3 corners af en ja, iedereen zat er lekker in. Vanaf wanneer wist je dat je ging spelen? Ja, eigenlijk begin deze week al werd het al voorzichtig gezegd door de trainer. Die vroeg of ik er klaar voor was en ik heb aangegeven dat ik er was. Ze wilden wat anders proberen, een ander systeempje met 3 centrale verdedigers en gelukkig vandaag goed uitgepakt. Hoeveel zin had je erin om eindelijk weer hier aan de aftrap te staan? Ja, heel veel zin. Ik moet zeggen, het is nu 14e, 15e wedstrijd of zo. Ik heb er lang op moeten wachten. En, ik heb wat tijd nodig gehad om goed fit te worden. En, ja, dat was ik al enige tijd nu. En, ja, gelukkig was het vandaag zover. En jullie gingen ook echt fantastisch van start, hè? Ja, klopt. Ja, zo moeten we eigenlijk altijd van start gaan. Hè? Dan zie je wat je teweeg brengt. De supporters die er vol achter gaan staan, 90 minuten lang. En, dat is geweldig. Is dit het Cambuur, het begin dan, wat jij ook nog kent van je tijd hiervoor? Ja, zeker. Kijk, we hebben een hele moeilijke fase gehad. En, we willen altijd voetballen, maar soms zit dat er niet in. En dan moet je beginnen met passie en strijd. En zorgen dat je de duels wint. En ja, als je dat voor elkaar hebt, dan kan je proberen om te gaan voetballen. En dat hebben we te weinig gedaan in de voorgaande wedstrijden, denk ik. En is die passie en strijd wat jullie er dan ook overheen brengt als je met 10 man komt te staan vandaag? Ja, we proberen elkaar wel goed op te peppen. En ja, steun van het publiek erbij, dat was geweldig. Hoe moe ben je? Ja, voor mij was het tankje leeg. 80 minuten moet je ook eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover je teamgenoten. En moest gewoon een fris iemand op. En geen blessures of iets, maar gewoon leeg? Nee, zeker niet. Ik was helemaal op. Wel klaar voor volgende week weer? Ja, we gaan nu even een biertje drinken boven en dan weer herstellen.